Ik moet ook zeggen dat ik nu in deze maand van Tournee Mineraal opnieuw merk hoe alomtegenwoordig alcohol is en vooral hoe groot, hoe enorm groot die sociale druk is om eigenlijk gewoon mee te doen. Ik heb dit thema op de agenda geplaatst naar aanleiding van een studie van het Intermutualistisch Agentschap. Dus de verschillende mutualiteiten die wij kennen, die hebben, en ik vond voornamelijk de cijfers van de senioren opmerkelijk, dat per jaar 65.000 65-plussers op de spoedgevallen terechtkomen met een alcoholintoxicatie. Dat zijn tientallen mensen per dag die na een val of wat dan ook op de spoedgevallen terechtkomen, dat daar een arts of een verpleegkundige alert genoeg is die zegt, we gaan hier een alcoholtest afnemen. Dus wij merken dat daar een bijzonder groot probleem is, ook bij de senioren. Deze cijfers, dat is een verdubbeling bijvoorbeeld met 10 jaar geleden. Dus het is u spreekt over die senioren. Heeft u ook cijfers over jongeren bijvoorbeeld? Wel, ja, de cijfers bij de senioren waren bijzonder markant, maar ook bij de jongeren zien we dat inderdaad bij de prille jongeren er toch echt wel wat uitstel is van dat eerste glas, maar 1x16, dat daar een groot probleem is. Maar ook bijvoorbeeld bij de 40-plussers, bij de gewone, de middelmatige leeftijd, dat we ook daar echt nog vaststellen dat er een groot gedeelte problematisch alcoholgebruik is. De cijfers die we hier hebben, die krijgen we nadat er een bloedname is gedaan op een spoeddienst. Dat is een tipje van de ijsberg. Er is denk ik nog een groot onderliggend probleem in ons Vlaanderen wat betreft het gebruik van alcohol en ook het overmatig gebruik van alcohol. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.